Er zijn natuurlijk verschillende takken van topsport. Jij tennist, andere wielrennen bijvoorbeeld. Van wielrennen is het bekend dat ze heel veel koolhydraten moeten eten. Want die verbranden heel veel. En benen verzuren en dat soort dingen. Mathieu van der Poel om een voorbeeld te noemen. Hoe doe jij dat? Eet jij koolhydraten of juist niet? Daar ben ik nu helemaal mee gestopt. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Daar ben ik nu helemaal mee gestopt. Ik ben nu heel erg... Ik eet heel veel vlees, rood vlees. Eigenlijk elke dag. Vlees, groenten, avocado, zalm. Ik ben eigenlijk op die trein gesprongen nu. En de koolhydraten volledig laten liggen.